Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries. In de podcast komt het laatste nieuws uit de online automotive aan bod. Met ook interessante tips en tricks uit binnen- en buitenland. Pauls missie? De online automotive beter maken. Dat doet hij met onder andere de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Coldrip, Used Car Controller en Active Lease. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met als doel de online automotive beter te maken. Deze week hebben we als gast Thomas Edens. Voor velen een bekend figuur in de online automotive, onder andere bekend van Finnick, maar voor mij wel een hele andere perceptie bij de naam Thomas Edens. Want namelijk toen ik mijn nieuwe autokoop.nl op het allergrootste dieptepunt zat, kwam er een artikel uit van Thomas Edens toen hij nog bij de Rabobank werkte. En ik krijg er nog steeds kippenvel van op dit moment dat ik het zeg, dat de autoboulevards geen toekomst hadden, maar online concepten zoals nieuweautokopen.nl wel. En daarop kreeg ik de financiering. Dus Thomas, ontzettend leuk dat je er bent. En kun je de paar mensen die niet weten wie je bent en wat je doet, jezelf introduceren en waar je op dit moment mee bezig bent? Dankjewel, Paul. Ook voor het compliment. En ik geloof er nog steeds in dat het die kant op gaat. Online auto kopen, online auto verkopen. Dat is gewoon waar het over gaat. Ik ben Thomas Edens. Ik ben jurist en marketeer van achtergrond. Inmiddels 12 jaar in de autosector. Inderdaad, Rabobank, Athlon. Toen nog Athlon Carlease, later Athlon. Dus meer mobiliteitskant. 5 jaar VWE-directie. En inmiddels bijna 2 jaar zelfstandig. Ook als autobedrijf. Dus ja, je bent gewoon een onafhankelijk autobedrijf. Ik ben eigenlijk gewoon een onafhankelijk autobedrijf. Ja. Ik sta gewoon met de voeten in de modder en dat wilde ik ook. Dus ik hebt niet gezegd van ik zal het allemaal wel vertellen hoe het moet vanaf een laptopje, maar je wilt het ook wel in de praktijk laten zien hoe het moet. Ja, precies. Eigenlijk stond 10 jaar geleden al op een podium bij de Rabobank om te vertellen over die toekomst. Ja. En dat heb ik met allerlei sessies in het land gedaan. En soms kreeg ik het kritiek eigenlijk van meneer Edens. Het is allemaal een heel mooi verhaal. Ja. Maar kom nou eens naast me staan en kom nou eens werken. Ja. En zie nou zelf hoe lastig het soms is. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd onthouden. En na die 5 jaar bij VWE, vind ik, kenteken-appjes online, dacht ik echt van, ik moet het ook echt een keer zelf doen. Ja. En dat betekent zelf inkopen, zelf schoonmaken, zelf foto's maken, zelf online zetten, experimenteren met Facebook, Google, alle kanten op. He, waar zit het nou? Hoe ga je nou met je klanten om? Hoe snel moet je daadwerkelijk je leads opvolgen? En hoe doe je dat dan? Doe je dat persoonlijk, gestandardiseerd? Nou, daar hebben we allemaal mee geëxperimenteerd en ook onze fouten gemaakt. Viel het tegen? Ja. Wat was nou de ding waarvan je zegt van joh, dat viel me nou zo ontzettend tegen in de praktijk? Nou, ik ga echt eerlijk zijn. Het is harder werken dan ik dacht. Ja. En er komt gewoon, er komt van alles op je af. Hè? Dus ja. Alleen al zeg maar je RDW-licentie, wat allemaal, de administratieve zooi eigenlijk die je eromheen gratis krijgt, is iets waar je niet altijd van bewust bent als je gewoon op het podium staat en denkt, hé, ik ga het over de autosector hebben. Ja, het is dan makkelijk. Hè? Het was, je krijgt auto's binnen waar toch een lampje brandt en van alles en nog wat. We hebben geen onderhoudskant, dus dan heb je een logistieke beweging of je moet de computer eraan hangen. Het zijn allemaal dingen, ja, ergens vind ik het leuk en ergens denk ik wel, ja, maar die tijd tikt wel door per auto. Ja. En ja, tijd als je is toch alles, geld. Als je alles op waarde gaat zetten, precies, maak je misschien helemaal geen winst. Dat zou heel goed kunnen. He? Dus eigenlijk als je kijkt van hoeveel uur besteed je nou daadwerkelijk aan een auto over, over leads die niks zijn geworden, er 3 keer omheen lopen, proefritjes, maar die auto ook voorbereiden. Ja, dan is het ergens tussen de 5 en 12 uur per auto is helemaal niet gek. Inclusief logistieke bewegingen en alles wat daarbij hoort. Ja. En dan moet je eens terugrekenen. Van €500 heeft geen zin. Nee. De facto. Nou ja, als je uurtarief op een gegeven moment gaat zakken onder de €25, dan heb je toch echt wel een ding. Dat heeft gewoon totaal geen zin. Nee, maar ja. Het is ook wel weer een product wat zeg maar elke dag in waarde zakt. Dus ja. Ja, ik moet zeggen dat de investeringen in oude auto's zijn natuurlijk in die zin makkelijker. Ja. Ook qua handel is het makkelijker. Maar had je oude auto's of klassiekers of gewoon oude auto's? Oude auto's hebben we ook gehad. We hebben eigenlijk alles gehad. Ja.
Dus voor een uitzendbureau hebben we oude auto's ingekocht. Ja. Maar we hebben ook de Porsches uit Duitsland gehaald op basis van ons netwerk en gunnen. Ja. En ja, goed, dan heb je het over auto's van wat is het, een ton ongeveer. Ja. Nou, dus die ervaring pak je mee en dat doe je nog steeds. Maar je hebt ook een ander bedrijf. Ja. Vertel daar eens wat over. Nou, vanuit deze gedachte wat we allemaal geleerd hebben, hebben we Car Ads opgezet. En Car Ads? Car Ads. Ja. Dus ja, auto-advertenties, daar gaat het over. En aan de ene kant denk je, ja, weet je, er zijn al zoveel portals, er zijn al zoveel mogelijkheden om te adverteren. Aan de andere kant zien we wel steeds dat... Het is maar één portal, hoor, maar goed. Ja, voor jou is er maar één portal, voor mij is de wereld iets groter, Paul. Maar als je er naar kijkt, dan is het eigenlijk gek dat we met Google, Facebook, Instagram, Pinterest komt eraan. Is weliswaar iets specifieker voor de vrouwendoelgroep. Ja. Maar dat doen we eigenlijk... Die kopen de meeste auto's. Ja, precies. En dat wordt alleen maar... groter. Als je kijkt naar de gemiddelde studies in Nederland, wie er studeert, is inmiddels 65% vrouw. Mm-hmm. En dus ook kapitaalkrachtig over 10, 15 jaar. En misschien al eerder. Dus we moeten dat veel serieuzer nemen. En we moeten die kanalen dus ook veel serieuzer nemen. En de manier waarop we daarop communiceren. Nou begrijp ik wel, als kleiner autobedrijf in ieder geval, dat je niet alles zelf kan doen. Je hebt niet altijd het geld om een online marketeer neer te zetten en zeg, weet je, experimenteer maar. Dus als je zegt, wat is nou de droom van Car Ads? Ja. Dat is eigenlijk, wij willen jouw online marketeer zijn. Maar dan geautomatiseerd. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je geen persoon nodig hebt die je helpt met al die ingewikkelde dingen, met die zoekwoorden, instellingen, dat soort dingen. Want we weten dat je het al druk genoeg hebt, want dat heb ik zelf ook gemerkt. Ja. Nou ben ik nooit een voorstander van geautomatiseerd advertenties maken. Want ja, dan krijg je een 13 in een dozijn verhaal. Wat maakt jou nou anders? Nou, ik denk dat omdat ik al 12 jaar meega in autodata, met vinding, met spotten, met dat soort dingen, kun je op een gegeven moment wel zeggen dat er een gemene deler is hoe je een auto adverteert. Ja. En het gaat eigenlijk altijd maar om de eerste trigger. Hè? Dus de eerste trigger zijn kleine advertenties. Google, Facebook, het zijn kleine leadformulieren. Zoveel creativiteit kan je daar eigenlijk niet eens kwijt. Het creativiteit begint verder bij de VDP, waarbij je ook uitlegt wie je bent als autobedrijf en waarom je bij jou moet kopen. Die ruimte is er bij ons ook. Dat je zegt, de drie sterke punten van ons autobedrijf, waarom moet je bij ons kopen, zit er gewoon in. En vervolgens is het uiteindelijk aan het autobedrijf zelf om een lead ook op de juiste manier en de creatieve manier op te pakken. Ja. Ik denk niet dat je alles in advertenties kwijt kan. Nee. Maar goed, je adverteert dus op bijvoorbeeld een Google met een voorraad auto. Ja, nou, dat doen nog niet zo heel veel mensen. Precies. Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt eigenlijk zoals je gewend bent. Dus je adverteert je auto. Via VMS? Je voert je auto via een VMS op, welke het ook is. Ja. En uiteindelijk komt daar binnen nu en 8 weken ongeveer. Dus in 2019 is dat allemaal voor elkaar. Kun je gewoon je auto opvoeren en Car Ads als portal aanklikken. Uh-huh. En vanaf dan komt die in onze stream terecht. Verwelkomen we je uiteraard als klant. En wordt een auto automatisch geadverteerd op Facebook en Google. Oké, maar dus zeg maar, je hebt met de VMS, zeg maar met Hexon, een koppeling met Doorlink voorraad. Ja, hebben we. Die kunnen ze aanklikken, dan komt die in jouw platform. En je hebt geen platform voor de consument, maar je hebt eigenlijk een advertentieplatform daarvan gemaakt. Zo moet ik het zien. Ja, precies. Oké. En dan heb ik een Kia Picanto. Die wil ik dan via Car Ads adverteren op Facebook. Kan ik dan afzonderlijk de auto kiezen of gaan ze allemaal? Je kunt afzonderlijk de auto kiezen. Oké. Dan pak ik die Kia Picanto. Hoe adverteer jij dan op Facebook? Pleur je hem gewoon op de tijdlijn of maak je er een specifieke advertentie van je denkt, dit is een auto voor mensen tussen de 18 en de 22 die vrouw zijn en whatever. Het zit hem in het laatste. Dat wil zeggen, we zijn nu de komende maanden aan het experimenteren met verschillende auto's welke vorm het beste werkt. Ja. Eigenlijk kun je zien dat het systeem zelflerend is. Zelflerend in de zin van ook wij kijken naar de statistieken. Het is beide kanten. Yeah. Dus nu een Kia Picanto helemaal strak zetten op de vrouw tussen de 20 en de 26, bij wijze van spreken, is iets te vroeg, want die ervaringscijfers zijn er niet helemaal.
Wat je wel kan zeggen, is dat je hem iets generieker nu neerzet. Mm-hmm. En dat kan als carousel, of je kan een leadformulier ervan maken. Leadformulier kan eventueel binnen Facebook, of kan ook direct richting je VDP gaan. Ja, die keuzes, daar zijn we nu mee bezig om te kijken wat het beste scoort. Want daar gaat het om. Heb je daar al cijfers van, wat het beste scoort? Of dat hij binnen het platform moet blijven of eruit moet? Nou ja, dat is kwantitatief is het binnen platform. Ja. En kwalitatief lijkt het erop dat het toch zin heeft om bij ons, zeg maar, bij je VDP terecht te komen. Dus dan maar minder, maar dan beter. Ja, precies. Ja. En nou ja, aangezien wij zelf ook autobedrijf zijn, zit in onze instelling ook de mogelijkheid om te zeggen, ik wil maximaal zoveel leads ontvangen op een auto. Ja. Waarbij je gewoon geautomatiseerd pauzeert. Dus we gaan geen geld uitgeven als je denkt, ik heb al genoeg tractie op deze auto. En is dan de KPI de aantal leads of het aantal views of het aantal kliks? Of... Voor nu hebben we het aantal leads. Oké. Dus zeg maar met 12, ja, laten we ook eerlijk zijn, met 12 leads zou je hem ook moeten hebben kunnen verkopen, toch? Ja, naar onze mening zou dat zeker moeten lukken. Ja, precies. Ja, Okay. Maar dat is Facebook, maar hoe ga je daarmee om met Instagram? Met Instagram zijn we nog aan het uitzoeken. Dus dat kan ik nog niet heel specifiek zeggen. Want al die platformen hebben natuurlijk allemaal hunzelfde taal. Of een andere taal. Ja. Hè, hun eigen taal. Precies. De Instagram taal, de Facebook taal, de Snapchat taal. Of zijn dat de enige twee platformen waarmee je het doet? Facebook en Instagram. Het is voor nu Facebook en Instagram. Snapchat is wel iets waar we naar kijken. Net als Pinterest, om te kijken of je daar al iets mee zou kunnen. En of het voor een autobedrijf op dit moment wel toegevoegde waarde heeft. En TikTok? TikTok is hartstikke leuk, maar het heeft natuurlijk wel een hele jonge doelgroep nog. Ja, maar als ik vind dan... het merktechnisch vind ik het wel interessant. Dus vanuit een importeur of vanuit een merkpropositie heb ik wel zoiets van... dat is super interessant en daar moet je bij zijn. Over de 2 jaar zijn sommigen gewoon 18, 19, 20. Hè? Precies, dus dat is iets... daarom houden we het ook in de gaten. Ik heb hem er zelf ook op staan. Qua look and feel is het zeer interessant. En auto's... Vooral voor visuele dingen zoals auto's. Ja, maar dan zul je ook veel meer richting video moeten gaan. Want uiteindelijk is het ook veel meer een video dan een fotoplatform. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, absoluut. En ja, dan moeten we de autobranche samen ook nog opvoeden om meer met video te doen. Ja, maar goed, dan kun jij weer mooi voordoen in je autobedrijf hoe dat dan weer werkt. Precies. Dat dus is het mooie om een laboratorium ernaast te hebben. En dat maakt het ook leuk. Dat laboratorium merken we ook. Dat heb je ook gewoon nodig. En daarmee kom je ook veel dichter bij je collega autobedrijven. Omdat je veel beter weet wat er speelt. Ja. En hoe je het zou kunnen doen. En hoe lastig het soms ook is om het te doen. Ja. Hey, dan doe je Facebook. Dan doe je Instagram. Dan doe je Google. En dan maak je dus een AdWords campagne aan. Hè? Ja, ads heet het tegenwoordig. En... die ads die maak je geautomatiseerd aan met een tekst. Ja. Want echt creatief zeg je, kan ik daar niet meer in zijn in die drie regels? Nou, qua display zou je iets verder kunnen gaan, zodat je ook zeg maar de foto's integreert en dat je kan retargeten. Ja. Maar het heeft eigenlijk alleen zin om te retargeten. Dus vanuit je VDP retargeten kan zin hebben binnen een bepaalde periode. Maar zomaar display advertising te doen, daar geloof ik op een Opel Astra van 2012 heeft niet zoveel zin. Nee, je komt bij een doelgroep terecht waarvan je geen idee hebt of die in is voor een auto. Nee. Maar dan hadden we het net in het voorgesprek over iets wat eigenlijk met alle respect de grootste equity is in de online automotive. De grootste onroerend goed plekje eigenlijk. En dat is Google My Business. Ja, Google My Business, Google My Bedrijf in het Nederlands. Hoe help je daarmee? Want dat is wel een ondergeschikt dingetje. Van de meesten hebben hem dan hopelijk nog wel geclaimd. Ja. Maar daar blijft het dan nog wel bij. Ja, wat we zien is dat vaak de websitebouwer Google Mijn Bedrijf geclaimd heeft voor het autobedrijf. Ja. Maar wat heel veel autobedrijven vergeten, is dat het ook ongeveer het eerste is wat naar boven komt als er op jouw autobedrijf gegoogeld wordt. Ja, het eerste. Het is echt het eerste wat je ziet. En nu nog gratis. En het is nog gratis. Terwijl er best wel veel mogelijkheden in zitten, ook om goede foto's toe te voegen, om je reviews toe te voegen, om op vragen op vragen te kunnen reageren, zodat men ook kan zien dat je gewoon actief bent en dat je een fantastisch bedrijf bent om zaken mee te doen. Aanbiedingen, post en dergelijke. En als ik zie bij mezelf ook, het werkt als dynamite, mits je er maar mee wil werken. Ja, je moet er
niet eens elke dag, maar je moet elke week mee aan de slag gaan. Want na 7 dagen zijn je posts ook weg. Ja. Dus een soort stimulans van Google om te zorgen dat je ook alles blijft verversen. Ja. Je content blijft verversen, maar je kunt al je acties erin zetten. En het is werkelijk het eerste wat ze zien als jouw bedrijf gegoogeld wordt. Ja. En kijk dan gewoon echt goed van hoe sta ik erop? Kom ik goed over? En past het bij mijn uitstraling zoals het daadwerkelijk is? Nou ja, als ik zie bij een aantal dealerbedrijven waar we de Coltrack Manager aan hebben staan op ook op Google My Business. Ja. Dan schrik je van het volume aantal calls wat daar vandaan dus komt. Van precies. Echte klanten die misschien al 10 jaar klant bij je zijn. Die dus niet het telefoonnummer hebben opgeslagen in hun telefoon. Maar gewoon via Google zijn gaan zoeken naar, ik noem maar wat, Van Mossel Waalwijk. Dan Google My Business pagina zien. Daar een belknop zien en gewoon bellen. Ja, en dat is fantastisch, want het is gratis. Het is gratis, je moet het bijhouden. Ja. En het levert gewoon volume op. Het is het eerste wat je doet. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt van, als je een tip mee kan geven aan onze luisteraars, van wat zijn nou de 3 dingen waarvan je zegt, daar zal je in eerste instantie gelijk naar moeten kijken, heb ik dat voor elkaar? Als we het over Google Mijn Bedrijf hebben. Nou, dan moeten in ieder geval je foto's moeten er staan. Nee, dus eigen foto's. Je eigen foto's. Dus in 1 keer van bij welk bedrijf kom ik terecht als ik hier op klik. Of het nou richting Maps routebeschrijving is. Maar je wil weten waar je heen gaat. Mm-hmm. Dat is 1. 2 is, zorg absoluut dat je openingstijden, dat al je contactgegevens goed staan. Als je ziet hoe vaak het niet is ingevuld, dat je geen idee hebt of het bedrijf al open is of niet. Ja. Of dat het telefoonnummer of mailadres nog fout staat, of het doorklik naar website niet werkt. Dat is schrikbarend. Nou, dat is een hygiënefactor. Dat moet je gewoon hebben. Ja. En als je 1 tapje verder gaat, zorg dan dat je reviews verzamelt. Of je koppelt de reviews die je al hebt aan Google reviews. Ja. Dat kan. Of verzamel onder je klanten gewoon Google reviews. Actief. Het is het eerste wat je ziet en ga er gewoon actief mee aan de slag. Ja, want namelijk, en dat laatste is al een goed punt. Ik was, als dit wordt uitgezonden, is het autobedrijf van het jaar bekend. Maar we zijn als de jury naar de finalisten geweest voor het autobedrijf van het jaar van de onafhankelijke. En hebben ook over Google My Business gehad en over de reviews daar gehad. En een van de finalisten had 1 of 2 slechte reviews staan. En vroeg zich af hoe die daar vanaf kwam. Ja, de enige manier om daar vanaf te komen, omdat de klager die faciliteert zichzelf wel. Die zoekt zijn eigen weg wel. Precies. Ja. Maar de mensen die gewoon domweg tevreden met je zijn en dat niet van alle daken willen schreeuwen, moet je er gewoon om vragen. En op het moment dat je maar 4 beoordelingen hebt op Google Reviews, waarvan 2 slecht, dan moet je gewoon zorgen dat je de 20, 30, 40 goede hebt. Precies. En dan moet je actief om vragen. En je moet op de juiste manier reageren op de slechte reviews. En ook op de goede. En op de goede. Bedank je fans ook maar eens een keer. Ja, want vaak dat wordt ook te weinig gezegd. Ja, helemaal waar. Want vaak krijgt de klager krijgt de aandacht. En degene die zegt, joh, daar moet je kopen, die krijgt nog ineens een dankjewel. Ja, helemaal waar. Goed punt. Absurd. Hey, maar nu we het over de onafhankelijke autobedrijven hebben. Als dit wordt uitgezonden, is het al geweest. Maar je gaat daar een presentatie doen. Wat voor presentatie heb je dan gegeven? Dan heb ik een fantastische presentatie gegeven over de showroom van de toekomst. Ja. En wat is de showroom van de toekomst? De showroom van de toekomst, zou ik zeggen, is voor 50% fysiek en voor 50% online. Uh-huh. En voor ieder bedrijf is het natuurlijk anders. Je moet naar je eigen omgeving en je eigen sterktes kijken. Het is een illusie dat er 1 autobedrijf van de toekomst zou zijn. Iedereen heeft zijn sterke punten, iedereen heeft een eigen verhaal. Maar dat verhaal moet er wel uitkomen. Mm-hmm. En waar het over gaat is eigenlijk van, joh, welke trends loop je nou tegenaan als het gaat om showrooms, ook al een stuk vastgoed. Yeah. Hoe kan je gemakkelijk de eerste stap maken? Dat noem ik de hygiënefactoren. Yeah. Zorg dat het er netjes uitziet. Laat iemand anders naar je showroom kijken als ze rondlopen. En gewoon feedback geven van, hoe voelt het nou om binnen te komen? Yeah. Is alles schoon? Is de signing goed? Maar ook dingen als jij een fantastische review score hebt, waarom zet je het niet op je pand? Ja, bijvoorbeeld. Hotels doen het al 15 jaar, denk ik. Ja. En in die autobranche durven we schijnbaar niet te vertellen hoe goed we zijn. Nee. Laat het gewoon zien. En zijn we te bescheiden? Absoluut. Op dat punt? Ja. Absoluut. Ik denk dat er zijn zoveel bedrijven die boven de 8 scoren. Waarbij je gewoon, nou, als je op zo'n score zit, dan mag je er ook gewoon op trots op zijn. Ja. Dan straal je betrouwbaarheid uit. Dan straal je uit van, hier kan je kopen. En dan hoeft het ook niet per se een duur pand te zijn. Daar gaat het ook niet om. Nee. Het pand moet passen bij jouw propositie, bij je voorraad, bij de doelgroep die je aanspreekt. Ja.
En daar gaat het over. En autobedrijf van de toekomst, die andere 50%, dat online verhaal, waar ga je het daarover hebben? Dat gaat het over een website hebben of ga je over mobiel hebben? Waar ga je het over hebben? Waar heb je het over gehad? Waar heb ik het dan over gehad? Ja, dat is de juiste vraag. Hè? Ja. We praten in de toekomst. Ja, in de toekomst, in het verleden. In de toekomst, in het verleden. Ja. Fantastisch. Het gaat over Google Mijn Bedrijf. Ja. Het gaat over reviews. Ja. Zorgen dat je de online die zichtbaarheid goed hebt. En dat mensen of verrast, positief verrast raken. En in ieder geval niet afhaken op je online showroom. Want dat is het eigenlijk, hè? Je online aanwezigheid. Ja. Er zijn oneindig veel mensen die naar jou kijken dan jij eigenlijk doorhebt. Mm-hmm. En daar zul je mee aan de slag moeten. Ja. En dat zit hem vooral in die eerste basis op orde. Nee, eens. En ik ben altijd fan van de Gordon Ramsay's en van de Herman den Blijkers. Ja. Van dat soort programma's. Vind ik fascinerend om naar te kijken. Nu heb je ook op RTLZ heb je The Profit, weet je wel. Ik hou van dat soort programma's. Waarom? Omdat het basis is. Wat doet Herman den Blijker op het moment dat het toen nog werd uitgezonden naar een ander restaurant ging, een slecht restaurant ging? Hij pleurde de keuken leeg, hij maakte het schoon en legde er gewoon normale ingrediënten in. Moeilijker was het niet. Precies. De kaart ging altijd op de schop. Er stond altijd te veel op. Het moest altijd minder. Maximaal 18 gerechten. Nou, we kennen het wel. Ja, precies. En nog steeds kijk ik in elk restaurant hoeveel gerechten hebben ze. Ja. En wat kan ik ervan leren? Staat het vol, dan denk ik, oh god, we hebben er weer zo'n een. Ja, precies. En staan er 10 op, denk ik, nou. Het is tenminste wel duidelijk. En het is vers, het is van het seizoen, het past bij. Ja, maar het is basis. En dat vergeten we nog wel eens. Ja, precies. En in de basis van de dag ook. Ik hier ook, weet je wel. En dat is wel waar het over gaat. Kijk, ik kan ook een half uur praten over virtual reality. Ja. En dat soort dingen. Maar je merkt gewoon dat is een te ver van je bedshow. Ja. Er zullen enkele autobedrijven zijn die daar een enorme stap in maken met 360, virtual reality. Ja. Op een hele andere manier je auto's uitzoeken. Maar dat zijn voornamelijk de merkdealers met de backing van een importeur, zeker fabrikant. Precies, dus je ziet ook allerlei experimenten en innovation stores in de hele wereld. De Audi heeft hem gehad in Londen, is weer net gesloten. Maar Mercedes heeft hem in Hamburg. Dat is een café met allerlei Mercedes goodies eromheen. En 1 of 2 Mercedes auto's, nieuwe modellen. Dus je ziet dat er heel veel geëxperimenteerd wordt met merkbeleving. Yeah. Want hoe meer zeg maar internet als saleskanaal naar voren komt. Hè, klik je nieuwe auto bij elkaar, bestel maar. Hoe lastiger het soms is om je merk nog naar voren te laten brengen. Ja. En nog trots te kunnen zijn van ik rij een Mercedes of een Tesla of wat dat ook is. Maakt mij niet uit. Ja, want anders gaat het allemaal private lease en op de maand gedrag. En dan zie je maar, ja, wat voor auto heb je daar? Dat weet ik eigenlijk niet, maar het kost €190. Precies. Het gaat over, als je niet oppast, gaat het alleen over prijs en functionaliteit. Nou, functionaliteit komt natuurlijk steeds dichter bij elkaar. Die techniek, die wordt overal bij dezelfde toeleveranciers ingekocht. Ja. Dus misschien ben jij net eerder dan de ander, maar dat is het dan ook echt. Ja. Want welke autobedrijven of autofabrikanten maken nog echt eigen techniek? Het is allemaal ook geoutsourced naar de toeleveranciers. Ja. LEP, het lead management systeem van You Name It. Waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEP is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudig management dashboard, heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform. Met 1 abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller jou tot de beste in je vak. Dus dat ga je in die presentatie doen bij de onafhankelijke. Ja. Als je denkt over de onafhankelijke en je bent nu ook een onafhankelijk autobedrijf, dan namelijk volledig gefocust op sales, dat dan wel. Ja. Maar als je nou ziet over de data waar we het net over hadden, heeft het onafhankelijk autobedrijf nog wel een toekomst op het moment dat die datadongels en dergelijke allemaal op slot gaan? Komen ze er überhaupt nog wel bij zometeen? Ook al zeggen ze van de wet mogen we erbij, maar je weet zelf hoe fabrikanten erin kunnen staan. Het is een hele lastige discussie. Ik denk dat we een aantal jaren tegemoet gaan waarbij het half op slot staat. Ja. Dat je zegt van nee, maar het staat wel open, maar dat het heel complex is om het eruit te halen. Je bent gewoon een prutser als je er niet bij kan. Precies. Ja. Dus je staat waarschijnlijk op 5 punten achterstand. Ja. Wat
Ja, waar je een aantal jaren tegen aanloopt. Mm-hmm. Dus ook in wat je inkoopt, zul je er rekening mee moeten houden dat je mogelijkerwijs niet al te veel van dat soort auto's op voorraad moet nemen, afhankelijk van hoe complex het merk is en zijn data openstelt en je qua onderhoud er iets mee kan. Ja. Dus dat gezegd hebbende kun je ook wel een stapje terug doen en zeg je, joh, import was vroeger ook een enorme pijn voor allerlei importeurs. Ja. En ik denk dat we ook allemaal weten dat het heel lastig was om je garantie voor elkaar te krijgen, om dat geregistreerd te krijgen enzovoort. Nou, als we kijken waar we nu staan, is dat toch eigenlijk wel voorbij. Ja. Je ziet toch dat het geaccepteerd is. We doen nou eenmaal aan import en export. We doen nou eenmaal aan registratie. Die garanties die gelden eigenlijk ook altijd in Europa. Ja. Dus ik denk zelf dat het een periode van 5-6 jaar is, waarbij het een beetje met elkaar stoeien is van, oké, maar waar ligt nou de grens? Waar ligt mijn toegevoegde waarde als dealer? Kan ik er sneller bij? Weet ik het beter? Ja. Of wordt het op een gegeven moment een soort basishygiënefactor? Iedereen heeft toegang en je toegevoegde waarde zit ergens anders. Nou ja, kom er maar eens bij op het moment dat je auto zegt dat je naar de Mercedes dealer moet. Ja, precies. Ga dan nog maar eens naar het onafhankelijke. Ja, nee, mijn auto zegt dat ik daarheen moet. En dan moet de onafhankelijke maar blijven verkopen. Nee, ik kan er ook bij. Ik kan er ook bij. Ik mag er ook bij. Ja, dus het vergt een enorme actieve houding eigenlijk van het onafhankelijk autobedrijf. Je kunt niet afwachten. Nee. En je zult mogelijk je eigen voorspelmodel moeten maken in de zin van, ja, weet je, ik ken klant Hans al zo goed. Ik weet gewoon dat hij 20.000 kilometer per jaar rijdt. Dus dan kan ik ook in de tijd wegzetten dat ik in die 18.000, dat ik hem gewoon eens een keer bel. Hey, hoe Hans, hoe is het met je? Gaat het goed met je auto? Die auto gaat zometeen aangeven. Kom nu naar de Mercedes dealer. Oh, en by the way, de gemiddelde onderhoudsbeurt bij de Mercedes dealer kost 200. En bij het universeel autobedrijf, omdat de prutsers het niet kunnen vinden, 240. Vink aan wat je wil. Bewijzen van spreken. Ja, die kan zit erin. En dat zal een tijd lang zal dat zo zijn, totdat jurisprudentie heeft uitgemaakt. Hè, dus de rechters hebben uitgemaakt waar die grens precies ligt. En daarom zeg ik ook, het heeft 5-6 jaar nodig voordat we daar aan gewend zijn. Het wordt wel moeilijk voor ze. Het wordt moeilijk. Ik denk dat ze een halve medestander hebben aan de leasemaatschappijen, die ook hierin kijken van, ja, naar de dealers. Ja? Als ik 50, 80 of 100 of 110.000 auto's heb rondrijden, dan heb ik ook heus wel wat te zeggen van welke melding ze krijgen. Tuurlijk. Ja. En dat gaat ook gebeuren. Ja. En dat helpt denk ik die universele kanaal ook. En die wachten niet af. Die wachten niet af. Nee, nee, nee. En die ervaring heb je natuurlijk. Ja, ja, die ervaring heb je. Hoe die gesprekken precies lopen. Ja. Hey Thomas, ik kwam nog even terug naar dat en car ads. Want namelijk Facebook, Google, Instagram. Doe je nog meer aan adviezen daarover? Portalen, eigen website, hoe de VDP-pagina eruit moet zien, hoe de SRP-pagina eruit moet zien. Doe je daar meer aan of is het alleen dat? Nou, we focussen wel zeg maar op onze eigen software. Uh-huh. Wat we daarnaast doen en dat is een machine die dus adverteert op Facebook. Precies. Eigenlijk een voertuigmanagement systeem op anabolen. Ja. Mooi gezegd. Ja, dat is het ook. Okay. Wat we wel doen, en dat eigenlijk gaan wij één stapje hoger. Dat wil zeggen, we gaan eigenlijk naar tactisch en strategisch niveau. Dus dealergroep niveau, de grotere universele. Om te gaan kijken wat je digitale strategie nu is. Mm-hmm. Dus het zit hem eigenlijk iets hoger dan in de uitvoering hoe je VDP eruit moet zien. Yeah. Dat is niet zozeer mijn advies. Ik kijk er wel naar en ik geef wat tips. Maar het is niet zeg maar ons doel om dat ten uitvoering te brengen. Nee. Ons doel is wel van wie ben je als bedrijf nu? Hoe kijk je naar de trends en ontwikkelingen om je heen? Welke zijn voor jou van belang? En hoe kom je dan tot een, ja, ik noem het dan een digitale strategie, maar uiteindelijk is het gewoon je toekomststrategie de komende paar jaar, 5 jaar, 8 jaar, langer kun je echt niet vooruitkijken. Maar je merkt wel dat heel veel autobedrijven daar te weinig mee bezig zijn en overvallen worden door, nou ja, eigenlijk dat soort ontwikkelingen die je net noemde. Ja. En daar moet je het wel met elkaar over hebben. Hoe ga je ermee om? Ja. En hoe dat ga je advies met die klant geef je ook. Om? En dat zijn eigenlijk de adviezen die wij geven. Ja. En doe je dat zelf? Doe je dat in je eentje? Of heb je partners? Of hoe werkt dat? We zijn met z'n drieën. Ja. Dat wil zeggen, ik ben degene meer van de innovatiekant. Ja. En de marketingkant. Zo ben je ook wel bekend. Zo sta ik inderdaad ook wel bekend. Dan hebben we een letterlijk wat grote onbekende. Ja. 2 meter hoog, zoals jij denk ik ook ongeveer bent.
enorm gedreven op het gebied van marketing, maar ook HR, mensen meenemen, het cultuuraspect. Yeah. Want yeah. Ja, bedoel, strategie is één ding, maar hoe zorg je ook dat die strategie gaat landen? Yeah. Wat was het ook weer? Strategy eats culture for breakfast. Ja, je weet gewoon dat op het moment dat je iets gepresenteerd hebt, dat het ook niet direct gebeurt. Nou, dat nee. zie jij dagelijks natuurlijk ook met... Nou, nee, als ik een seminar geef, dan klapperen de ramen en morgen doen ze iets en overmorgen zijn ze het vergeten. Ja. Dat is wat het is. Precies. En dat heeft met passie, met volhouden, ja. met verandering, met houding en gedrag te maken, met mensen in gesprek gaan, ja. Met angsten en drempels weghalen. En misschien zitten sommige mensen niet op hun plek. En dat zijn dingen waar we ons dan ook mee bezighouden. Ja. Dus het strategisch gedeelte zetten we dan neer. En vervolgens ga je ook kijken, maar hoe ga je richting uitvoeren? Welke mijlpalen zitten erbij en wat moet er dan gebeuren? En waar wil je de komende 2 jaar je dan op focussen? Op dat consultancyverhaal of de combinatie of toch dat Car Ads, VMS op anabolen? Kijk, uiteindelijk is Car Ads en VMS op anabolen, zoals je dat zegt, dat gaat het ding zijn. Ja. Maar wat ontzettend helpt is dat je dagelijks bij autobedrijven komt. Mm-hmm. Dat je voelt en proeft hoe zij er tegenaan kijken en waar de gap zit tussen waar zij dagelijks mee bezig zijn en waar wij al mee bezig zijn. Want nou ja, we hadden het net over TikTok als fantastisch ja. social media platform. Kan heel interessant zijn voor autobedrijven. Ondergradeerd op dit moment. Precies. Terwijl, denk ik, de installbase inmiddels op ongeveer 1,5 miljoen ligt in Nederland. Ja. Ja, een jongere doelgroep, maar ook een toekomstige kopende doelgroep. Ja, we zeiden dus ook van Facebook, Instagram, Snapchat. Precies. Ja. Dus je moet constant in de gaten houden. Kijk, we vinden het eigenlijk ook logisch, hè? Als je tiener bent, dan wil je ook niet naar hetzelfde café gaan waar je ouders zitten. Niet. Zelfs en niet van je oudere broer, bij nou ja, en nou wordt het nog erger, want je oma zit ook op Facebook. Ja, nou ja, sinds wanneer ga je stappen met je oma? Weet ja, je, sommige ja. dingen wil je gewoon niet laten zien. Nee. Dus je merkt gewoon dat de jongere doelgroep, en dat zijn ook twintigers, die gaan steeds meer op zoek naar iets anders. Ja. Het andere café waar de rest niet komt. En tegenwoordig is dat gewoon een online café. En nu ja. is het TikTok. Ja. En ik denk dat bijna geen autobedrijf TikTok kent. Ja, en over 2 jaar kan het wat anders zijn. En over 2 jaar kan dat totaal anders ja. zijn. En dan moet je eigenlijk zorgen dat je je auto's daar adverteert. Ja. En misschien wel met een hele andere tekst en boodschap. Hè? En daarin wil jij je begeven. Dat is absoluut waar ja. onze passie zit. Even één laatste vraag. Die vraag zou je ook krijgen als je bij autobedrijven bent en dergelijke. Weet je wel, de discussie over de portalen. Waar doe ik nou goed aan? Waar doe ik nou slecht aan? Hoe adviseer je die bedrijven om met een goede mindset daarna te kijken? Nou, verder te gaan dan gevoel. Mm-hmm. Geen onderbuik. Geen onderbuik. Nee. Niet denken, ik denk dat ze daar vandaan komen. Dit portal werkt voor mij. Of ik vind deze manier van communiceren prettiger. Want dat kan natuurlijk ook. Hè. Mm-hmm. Elk portal ja. heeft een eigen manier van communiceren. Ja. De ene ja. is wat internationaler. Dan krijg je heel veel internationaal publiek voor export. Maar er is, aan zich is er geen goed en slecht. Wat je wel wil weten van iedereen die binnenkomt en waar je je auto aan hebt verkocht, is via welk kanaal ze gekomen zijn. Op het moment dat je dat weet, dan kan je al iets. Ja. Op het moment dat je met meetsystemen weet van, joh, er is over nagekeken en ik heb die leads binnen. Dat moet je ook opschrijven. En vervolgens is het echt geen moeilijke exercitie om te kijken van, hoe doe ik het nu? En dan zou je nog kunnen kijken, wat kan ik per portal verbeteren? Als een bepaalde portal slecht scoort, kun je ook nog kijken van, joh, hoe komt het? Nou, maak je ja. van bepaalde instellingen niet gebruik? Of zeg ik gewoon, ik ga eens gewoon een paar maanden zonder en ja. kijken wat er gebeurt. Fair enough. Ja. Laatste vraag. Als mensen meer willen weten over Car Ads, over jouzelf, hoe komen ze dan met jou het beste in contact? CarAds.nl. Ja. Daar staat eigenlijk onze hele propositie. Dus Car Ads, hè? ADS. Hè? Ja. Ja. C-A-R en dan ads.nl. Ja. Daar staat onze hele propositie. En kan je contact met ons opnemen. Via LinkedIn ben ik zeer goed bereikbaar. Thomas Edens, heel makkelijk vindbaar. Ja. En anders gewoon bellen, mailen. Okay. Appen mag ook. Super. Hey Thomas, dankjewel. Dankjewel voor de komst al hier naar onze studio om de online automotive beter te maken. Volgende week weer een nieuwe gast met nogmaals onze missie, de online automotive beter te maken. Vond u het een leuke aflevering? Laat het ons weten. Deel de podcast actief en een review slaan wij natuurlijk ook nooit af. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. De podcast van Paul de Vries is te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify en SoundCloud. Abonneer nu direct, zodat u geen aflevering mist. De online automotive beter maken doet Paul de Vries met de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Caldrip, Used Car Controller en Active Lease.